sta je met? Henny Kwaadijk, leerkracht van basisschool De Otterkolken van groep 7. En hoe zijn jullie zo in Sint-Agnes terechtgekomen? Wij zijn uitgenodigd door de cultuurbrigade om met de ouderen te komen borduren voor het project Oversteken. En is het een leuk project? Het is ontzettend leuk, want je ziet het contact tussen de kinderen en de ouderen als iets heel waardevols. Kinderen vinden het fantastisch. En de ouderen? De ouderen vinden het heel erg leuk, heel erg leuk. Je ziet ook ouderen helemaal opbloeien. Ze geven ook aan dat ze het heel erg leuk vinden met de kinderen. Vooral ook met de jongens, die heel enthousiast ook meedoen. Dus ja, een succes. Meiden, wat zijn jullie hier aan het doen? Een foto aan het verborduren. Een foto van wie? Van mevrouw Van der Horst. En wie is die mevrouw? Die woont hier in het bejaardenhuis. En waarom ga je haar borduren? Bij ieder groepje komt een mevrouw en die moet je dan vastborduren. Vind je het leuk om te borduren? Ja. Wat voor steek heb je gebruikt, weet je dat? Nee. Wat een gezelligheid hier in Sint-Agnes. Ja, dit? Ja, dat is toch leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja, en ze maken nog iets moois ook. Wat hebben ze gedaan met u? Nou, hier, kijk. Keurig, toch? Het is prachtig. Wat? Het is prachtig. Ja, nou, ik vind het kunstig dat ze dat doen. Ja. Volgens mij heeft u nog nooit eerder zo'n portret van uzelf gehad. Nee, zo groot niet, nee. Nee, nou, maar ik vind het aardig, kijk eens. Wij hebben hier een borduurproject met nu de school De Otterkolken. En die borduurt samen met de ouderen uit de Heemskerk. Een aantal zijn er van hier, van het huis uit Sint-Agnes. En een aantal hebben we gevonden uit de wijken. En hoe komt zo'n project tot stand? Ja, we bedenken altijd wat ons mooi en leuk lijkt en nuttig lijkt. En ik ben afgestudeerd textieler van de Kunstacademie. En ja, je ziet tegenwoordig op heel veel scholen dat dat een beetje een ondergeschoven kindje is. Terwijl het gewoon heel ontzettend goed is voor de motoriek. En hebben we dat onder de aandacht gebracht van de scholen om te vragen van, is dat iets wat jullie leuk lijkt? Nou, 5 van de scholen vonden het zo leuk om deel te nemen. Nou, eigenlijk nog meer, maar we hadden gewoon niet meer tijd en ruimte om dat te doen. Het ziet er in ieder geval heel erg leuk uit. Ja, ja, ja. Ja, het werkte echt heel, heel erg goed. Eigenlijk de 2 scholen die we nu gehad hebben in de afgelopen maanden werken heel goed. Het is voor de leerlingen is het heel interessant om gewoon echt weer die technieken te leren. Je ziet dat eigenlijk het merendeel van de kinderen dat ontzettend fijn vinden. Je merkt ook, denk ik wel, nu jullie hier filmen, wat voor rust en wat een heerlijke werksfeer er hangt. En ik merk ook vanuit de ouderen dat ze het ontzettend leuk vinden om in contact te zijn met jonge kinderen. En dat ze het vooral ook heel fijn vinden dat wat zij al zoveel jaren doen, dat nu weer onder de aandacht gebracht wordt. Hoe heet jij? Ik ben Hans. En wat doe je hier, Hans? Ik kom hier borduren. En wat heb je geborduurd? Ik heb een regenboog, een boom en een hoofd. En hoe heb je dat gedaan? Met een naald. En draad? Ja, en draad. En vind je het leuk om te doen? Ja. Ja? Had je al eerder geborduurd? Nee. Mevrouw, wat vond u ervan? Waarvan? Van borduren. Met 3 jongens. Wat zei u net? Borduren met 3 jongens. Oh, gezellig. Het is zo gezellig. Ja. En hoe is het geworden? Nou, heel goed, heel goed. Het gaat heel goed. Het zijn echt schilderijen geworden, hoor. Ja, en wat vindt u er nog van? Nou, dat ze er toch wel wat van geleerd hebben. Wat zei u nu net? Volgens mij heeft u een nieuwe taal leren kennen. Oh ja, vet cool. Ik ben helemaal mooi aan het versieren. Ja, ik vind het heel erg leuk om te doen. Is dit de eerste keer dat je ging borduren? Ja, dat wel, ja. Maar je vindt het dus heel leuk? Ja, heel erg leuk. Nou, ik vind het knap hoor, dat ze dat zo kennen met zo'n kleine naald. Heeft u wel eens geborduurd? Ja. Ik nooit. Nee? Het is geen mannenwerk. Nou, er zitten hier ook jongens te werk hoor. Ja? Ja, ja, ja. Maar ja, de tijden die veranderen, hè.